De regering heeft vanaf vandaag de tijden van het uitgangsverbod versoepeld. De avondklok gaat van maandag tot en met vrijdag om 11 uur in en geldt tot 5 uur in de ochtend. Zaterdag en zondag is het uitgangsverbod ingesteld van 9 uur 's avonds tot eveneens 5 uur in de ochtend, meldt de communicatiedienst Suriname in een persbericht. Deze maatregelen gelden tot en met 25 maart. Het reproductiecijfer blijft onder de 1, hetgeen een teken is dat wij vooralsnog geen stijging hoeven te verwachten. Het ministerie van Volksgezondheid wijst erop dat alhoewel het aantal nieuwe besmettingen sterk is gedaald, we zeer alert moeten blijven. De import van COVID-19 cases blijft namelijk een reëel gevaar. Het eerste geïmporteerde geval van COVID-19 was op 13 maart 2020, dus morgen is dat precies een jaar geleden dat Suriname werd geconfronteerd met het virus. Intussen is Suriname op 23 februari jongstleden begonnen met het vaccineren van de samenleving. Er zijn reeds meer dan 3000 personen met de eerste dosis gevaccineerd en staan er meer dan 11.000 geregistreerden te wachten op hun vaccinatie. Fernandes Groep heeft morgen in de KKF-hal een grootscheepse vaccinatieactie om het ministerie van Volksgezondheid bij te staan in het proces. In het afgelopen jaar zijn er bijkans 9000 personen positief getest op het virus. Meer dan 8.500 personen zijn genezen en 176 personen zijn overleden. Er zijn momenteel 4 personen in de ICU en 16 personen in isolatie.